Deze uitleg van 11.4 gaan we het hebben over plasma en bloedcellen. Dus eigenlijk wat er in het bloed zit. En als de bloedvaatjes kapot gaan. Dus de leerdoelen die zijn dan ook de functies van rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes en het bloedplasma. Hoe met het hormoon EPO het lichaam reageert op rode bloedcellen. Zuurstof en CO2 transport door bloed en uiteraard als laatste de bloedstolling die trouwens ook in je pina staat. Eerst eens even kijken van nou, je hebt vast wel eens een keer wat bloed laten prikken bij de dokter of in het laboratorium in het ziekenhuis. Nemen ze wat bloed af, gaat in een buisje en dan kan het zijn dat ze wat centrifugeren, dus ze snel ronddraaien. Of gewoon 24 uur laten staan. Dat kan ook. En als je dat dan hebt gedaan, dan zie je dat het bloed is gescheiden in eigenlijk twee grote delen. Het onderste deel zijn de vaste delen, dus iets minder dan de helft. En het bovenste deel is eigenlijk de vloeistof waar alles in opgelost zit. Dat noemen we dan plasma of bloedplasma. En dat is iets meer dan de helft. Als je dan kijkt naar die vaste delen, dus dat onderste stukje, dan zijn dat laag 4 zijn de bloedplaatjes. Laag 5 dat zijn de witte bloedcellen en het overgrote deel van de vaste stoffen, van de vaste cellen, dat zijn de rode bloedcellen. In dat plasma zit daar dan niks, is dat gewoon water? Nee, dat is natuurlijk geen gewoon water. Daar zitten bijvoorbeeld ook stoffen in opgelost. Hè. Denk aan suiker, maar ook verschillende mineralen en zouten. Eiwitten zitten daarin. Denk dan bijvoorbeeld aan antistoffen die daarin zitten. Dus dat zit wel allemaal in dat bloedplasma. Nou, als we dan kijken naar dat onderdeel, naar die verschillende cellen die erin zitten. Hè. Dan waar dat links heb je de rode bloedcel. Ja, die is echt rond en een soort autobandvorm, zeg maar. Want dan in het midden is die wat platter, of een zwemband, hoe je het wil noemen. He, dus dat zijn de rode bloedcellen. Ongeveer van dezelfde grootte, maar wat boller en ronder, met wat uitsteeksels. Helemaal rechts boven op de foto zijn de witte bloedcellen. Die zijn voornamelijk voor de afweer, het afweersysteem. Denk aan antistoffen maken. En de rode bloedcellen, trouwens, zijn voor het vervoer van zuurstof en CO2. En dan hebben we nog dat middelste frummeltje. En dat zijn de bloedplaatjes. Die zijn betrokken bij de bloedstolling. Dat is de allerlaatste dia, krijg je dat zien. De witte bloedcellen voor het afweersysteem is het volgende hoofdstuk. Daar moet je nog even geduld hebben. Dus als we kijken wat erin zit. Hè, bloedplasma. Daar zitten natuurlijk in suspensie zitten daar de bloedplaatjes. De rode en de witte bloedcellen. Die staan weer helemaal onderaan. De bloedplaatjes zijn dus voor de stolling. De bloedcellen, de rode bloedcellen, voor het transport van CO2 en zuurstof, O2. En we zullen straks nog zien hoe dat aanmaken van rode bloedcellen gebeurt door een hormoon, dat heet EPO. En de witte bloedcellen, die zijn voor het afweer. En in dat bloedplasma, even terug een stukje naar boven. Naast het feit dat die bloedplaatjes en die bloedcellen erin zitten, er zitten daar dus ook nog andere stoffen in, dat zei ik net al. Eiwitten. Voedingsstoffen, hè, bij eiwitten antistoffen, lees ik hier ook. Zouten, hormonen zitten er natuurlijk in, niet te vergeten. Het zijn ook eiwitten trouwens. Die rode bloedcellen, die zijn dus belangrijk voor ons mensen, omdat ze zuurstof vervoeren. En zonder zuurstof kunnen wij namelijk niet leven. Dus er moet constant rode bloedcellen aangemaakt worden. Die rode bloedcellen hebben een levensduur van 120 dagen. En dan worden ze vernietigd en dan worden er ook weer wel stoffen uitgehaald en de rest raken we kwijt via de ontlasting. Wordt verder afgebroken. Maar er zit bijvoorbeeld een ion in ijzer in een eiwit hemoglobine. Dat wordt er echt uitgehaald door enzymen en wordt bewaard om dan weer een nieuwe hemoglobine te stoppen. Zodat dat weer in een nieuwe rode bloedcel komt. De aanmaak van die rode bloedcellen gebeurt door middel van een hormoon. En dat heet EPO. En dat hormoon wordt door de nieren gemaakt.
Dat EPO staat eigenlijk voor erythropoëtine. En nou, dat hormoon wordt dus door de nieren gemaakt, maar dat wordt afgegeven aan het bloed. En het beenmerg, dus van de lange pijpbeenderen, denk bijvoorbeeld aan je bovenbenen, in je armen zitten er. En, daar reageert dat op die cellen daar. En dat beenmerg, dat rode beenmerg, dat gaat dus rode bloedcellen aanmaken wanneer dat door die stof EPO wordt geactiveerd. Nou, hoe werkt dat dan? De nieren. Daar komt natuurlijk ook bloed doorheen. En die meten de hoeveelheid zuurstof in het bloed. En als de hoeveelheid zuurstof te laag is, dan gaan die nieren EPO aanmaken. En die EPO wordt afgegeven aan het bloed. En dat die EPO via het bloed komt het in het beenmerg. En in het beenmerg, daar worden cellen aangezet om rode bloedcellen te maken. En die worden dan weer aan het bloed afgegeven. En die kunnen dan weer meer zuurstof gaan vervoeren. En zo komt de hoeveelheid zuurstof in het bloed weer op het juiste peil te leggen. Dan de laatste, of ja, de laatste met uitleg. Dat is natuurlijk wanneer je een wondje hebt. Je ziet hem daar staan, verwonding, dus een bloedvat. Dus een soort dwarsdoorsnede. En dan zie je dat die rode bloedcellen daar doorheen gaan. En bloedplaatjes in zitten. En nou, je snijdt je met een mes in een vinger of zo. En een van de bloedvaatjes die gaat kapot, dus stroomt er bloed eruit. Op dat moment er zitten altijd wat rode bloedplaatjes in het bloed. En die blijven dan, als die wand kapot gaat, dan komt er een soort plakspul uit, een soort lijm, zeg maar, waar die rode bloedplaatjes in blijven steken. Is het maar een heel klein wondje, dan is dat voldoende voor die rode bloedplaatjes om aan elkaar te plakken en dan is het wondje alweer dicht. Wanneer de verwonding iets groter is, dan komt er wat meer stof uit vrij uit die wand. En dat heet tromboplastine. En die komt eigenlijk uit dat weefsel van die bloedvaten, komt die vrij. En dan samen met de bloedplaatjes die eruit verdwijnen, het beschadigd weefsel wat tromboplastine afgeeft en het bloedplasma met de stollingseiwitten die er al in zitten, die zet een cascade, een opeenvolging van reacties in om dat gat te dichten. En de eerste stap die gedaan wordt, door die stollingsfactoren, wordt protrombine omgezet tot trombine. Protrombine betekent, pro is voor. Dus het is nog niet de echte trombine. Dus hier wordt hij omgezet tot echte trombine. En trombine is dan weer de aanjager om het fibrinogeen, wat ook nog in oplossingen zit, in het bloedplasma. En ook een van die stollingseiwitten. Die wordt omgezet tot fibrine. En die fibrinedraden, die gaan dan ook met die soort lijmvloeistof die dan uit dat kapotte weefsel komt, plakken die daar en zorgen dat daar nog meer bloedplaatjes, soms rode bloedcellen, maar ook witte bloedcellen, in die draden blijven zitten. Dus die draden, dat is echt vast materiaal. En zo stolt dat dan. En dan die fibrine draden, die zorgen eigenlijk voor een korstje dan op je huid, om de wond te dichten. Je kan je afvragen, waarom is dat niet gelijk in één keer? Hè? Als die beschadigd is, dat er gelijk fibrinedraden uitkomen, dan is die sneller dicht. Dat is dan zo. Maar dan bij ieder klein wondje, ook beschadigingetje aan de binnenkant van een bloedvaatje, komen dan die fibrinedraden. En dat zorgt dan weer voor verstoppingen van kleine bloedvaatjes. Wat natuurlijk ook niet echt de bedoeling is. Dus vandaar dat het voor de veiligheid een aantal stappen achter elkaar zijn die ervoor zorgen dat uiteindelijk het onoplosbare fibrine, al die andere stofjes, die drijven gewoon als het ware in het bloedplasma rond. Hè, dat zijn de stollingseiwitten. En die worden uiteindelijk omgezet tot iets vasts. En dat zijn die draadjes die uiteindelijk je korstje vormen. En zo worden de grotere verwondingen, beschadigingen van je bloedvaten weer dichtgemaakt. Nou, dan zijn we alweer aangekomen op het eind van paragraaf 4. Dus we hebben gekeken naar bloedcellen. Hoe zit het bloed in elkaar? Wat zit er allemaal in?
Wat doet het? Wat zijn de functies? En uiteindelijk ook nog naar de bloedstolling kijken. De witte bloedcellen blijven hier verder buiten beschouwing, want die komen in een volgend hoofdstuk pas aan bod. Nou, wanneer je doorgelezen hebt of bestudeerd hebt, nog beter, maak dan een aantal opdrachten. En je kan in je boek precies zien bij ieder leerdoel welke opdrachten en maak er daar één of twee van. En dan ben je pas goed voorbereid. Succes! Op naar het laatste paragraafje.